een beetje zo'n 50 Shades of Grey masker nodig. Hey, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een lekker maskertje met jullie doen. En deze heb ik van de week gekocht in Amsterdam bij Dush. En het is de Kappa Coffee. En het is een gezichts- en bodymasker. Ik zal hem even laten zien. En er zit ook een korreltje in, heel fijn. Dus ik ga eerst even mijn make-up afhalen. Dus ik dacht, doe gelijk even de routine met jullie. Even kijken hoor. Even mijn haar vast. En dan hoop ik dat het zo straks allemaal duidelijk is. Ik ga eerst even doekjes pakken voor mijn ogen. Voor het verwijderen van mijn oogmake-up gebruik ik sinds kort deze doekjes van de HEMA. Die heb ik ooit een keer gekregen van een vriendin bij een postpakketje. En het zijn gewoon sachetjes, zeg maar, die je heel handig ook mee kunt nemen in je tas als je bijvoorbeeld op reis bent. En ja, dus het geen, even kijken, fragrance free. Ja, het is echt voor je oogmake-up. Dan zitten iedere keer twee sachetjes aan elkaar en in totaal zitten er 20 in. Speciaal. Ik weet niet wat ze kosten, dus dat zou ik even moeten nakijken. Maar ik ga dus deze even met jullie gebruiken. Er zit gewoon één doekje in. Ruikt ook niet verkeerd. Even kijken hoor. Ik zal proberen in de camera te kijken in plaats van erboven, want ik heb mijn schermpje natuurlijk erboven. En automatisch ga je toch wel naar jezelf kijken. Dat is eigenlijk best stom. En ik weet dat ik het niet moet doen en toch doe ik het. Even kijken hoor. Ik stuur ze eerst nu al af. Kijk, het wordt heel, heel snel rood bij mij. Maar dat is, komt niet door het doekje. Dat komt omdat ik gewoon te hard wrijf. Zo. Maar dan zie je dus dat het, ik voel me echt verlept nu aan die kant. Dus met make-up. En zonder. Best goed te zien, dacht ik zo. Het zijn best wel fijne doekjes hoor. Vooral als je op reis bent, zijn ze erg makkelijk. Ik bedoel, het neemt geen ruimte in beslag, zo'n pakketje. Dus als je een keer een nachtje weg bent, dan raad ik deze echt wel aan. Ik doe eigenlijk vaak ook mijn hele gezicht wel even ermee hoor. Maar zo. Dus even de basis. En dan ga ik over op de micellair water. Die ga ik even pakken hoor. Van de micellair water van Garnier gebruik ik altijd deze. En dan is dit de reinigingsgel. En dan pak ik altijd de groene. De groene is namelijk voor een gevoelige en een gemengde huid. En ja, hij zuivert, verwijdert make-up en matteert. Dus dat is wel handig. Maar het is dus gewoon, even kijken, één pompje. Kijk, als één pompje is hier best nog wel veel. Maar ja, het gezicht moet dus wel vochtig zijn. Dus ik ga heel even water op mijn gezicht pleuren. De nek even meenemen, want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik doe ook altijd even een beetje foundation door naar mijn nek, zodat je geen rare strepen krijgt. Ik ga even afspoelen hoor. Helemaal fris en schoon. Dus ga ik het masker aanbrengen. Dan ga ik even een kwast pakken. Een tijdje terug heb ik van May Beauty, zo'n zwart masker, weet je wel, gehaald, die je eraf moet trekken. Daar kreeg ik een handige kwast bij, zo'n synthetische. En die gebruik ik nu eigenlijk met al mijn maskers. Daarvoor gebruik ik meestal gewoon een foundation kwast van HEMA of zo, weet je wel. En het ruikt ook echt naar koffie. Nou, we gaan even insmeren. Ik heb nogal een lange dag gehad, het is Valentijn vandaag en ik kon mijn dochter een dagje met het kinderdagverblijf ruilen. Mijn mama is vandaag vrij,
Dus ik kom even lekker gezellig erop uit. En we zijn naar Zwolle geweest. En in Zwolle zijn we lekker wezen eten. En vervolgens ook even... ik kom niet eens met mijn woord, zo moe ben ik. In Zwolle zijn we wezen eten bij Public, een Grand Café. Zit tegenover Fundament Museum. Daar zijn we ook geweest. We hebben een expositie gezien van Neo Rauch. Nou, dat was niet echt onze smaak. Maar er waren ook werken van Gerard de Dauw en Johannes Vermeer, Van Gogh. Daar ook wel wat mooie, daar heb ik dan wel weer hele mooie dingen van gezien. En Ik was nog in een kerk geweest. Daar hadden ze een boekenmarkt. En, nee, was ook heel gezellig. Maar nou ben ik gewoon echt back off. Ik heb iets van 14.000 stappen gezet of zo. Dus is dit genoeg, denken jullie? Ik durf het niet te dicht bij mijn ogen te doen, maar er stond bij Smyrna Royal op. Dus dat doe ik dan ook maar. Onder ook even een beetje nog. Kijk, zo ziet het er een korreltje in. Dus straks, als we hem gaan afhalen, is het meteen een goede reiniging. Het zit erop. Oh, 10 tot 15 minuten laten intrekken en dan moeten we de huid masseren terwijl we hem afspoelen. Dat moet lukken, toch? Geschikt voor vegans. Heel belangrijk. En natuurlijk niet op dieren getest. Niet op dieren getest. Voor mij heel erg belangrijk. Ziet er echt wel zo debiel uit, hè? Daar ben ik weer. We zijn nu weer een kwartier verder. En het ziet er gewoon verder wel nog steeds hetzelfde uit. Het voelt wel wat strakker nu aan op de huid. Dus ik ga het nu gewoon lekker afwassen. En dan ga ik daarna over op dit oogcontourmasker van Kiko. Dus laten we eerst maar gewoon even lekker mijn gezicht afwassen met lauw water. Wel verschil in mijn huid, absoluut. Het is wel heel relaxed. Ik zal het even van wat dichterbij doen. Maar de huid is echt zo mega zacht. Kijk, en qua zuiverheden, ik zal even kijken of ik hem wat... Ja, het is door het licht, kan ik het niet goed laten zien, maar hier heb ik... Hier heb ik bijvoorbeeld een dikke gerstekorrel zitten. Daar moet ik even mee heen. Maar ik heb dus altijd hier enorm last van pukkeltjes. Soms langs de liplijn en dan hier de meeeters. En gaan we over naar de volgende. Contourmask van Kiko. En ik ben benieuwd hoe die is. Dus die ga ik ook even... Dus ze zei bij Kiko dat ik even... inmasseren, de verpakking. Dat gaan we ook even doen. Hij is al een beetje open, dus die ga ik vast weghalen. Maar nou weet ik niet welke kant. Oh jawel, nu weet ik het wel. Kijk. Het is een beetje zo'n 50 Shades of Grey masker. Ik ga hem opbrengen. Kijk hoor. Oeh, glibberig.
Nou, het zal vast heel cool uitzien. Nou, goed, hij blijft niet goed plakken of zo. Hier. Kijken. Oh, maar ik moet wel zeggen, hier voelt het echt wel heel erg fijn. Kijk hoor. Maar er zit ook een printje op, zie je dat? Hij voelt heel erg jelly-achtig. Ook wel logisch, want het is een eye contour mask. Dus het is ga ik ook even 20 minuutjes. Het voordeel met deze is dat ik natuurlijk wel gewoon lekker kan Netflixen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Trouwens, ik zat even na te denken, maar ik kan dus ook gewoon mijn bril opdoen, hè? Kijk. Want anders kan ik geen tv kijken. Het ziet er alleen ver belachelijk uit. Nou, tot straks. Oké, daar ben ik weer. Ik heb iets langer dan 20 minuten laten zitten. Ik heb namelijk Lea nog eventjes naar bed gebracht. Ze adviseerde mij van de winkel om dit nog eventjes zo in te masseren. Hij voelt nu trouwens wat strakker aan. Oké, ik ga hem afhalen. Ligt het nou aan mij of lijkt dit oog minder? Lijkt hij minder wallen te zitten? Ik weet het niet. Maar op zich, ja, voelt goed aan. Dus ik ga nu, ik heb op dit moment helaas geen nachtcreme meer. Dus ik ga even gewoon een dagcreme opsmeren. Daar gebruik ik deze van Olive voor. Dat is een anti-rimpel en hydraterend dagcrempje zonder rotzooi. En dan het oogcrempje wat ik op dit moment gebruik is ook van Olive Oil. Interessant vinden, review hiervan staat wel online. Ik ben sowieso heel erg te spreken over dit merk. De oogcreme is heel lekker, ja. Stevig, romig. En ik heb daar ook al een keer een masker van online gezet. En dat is deze Hydrating Face Mask van Olive. Kan ik ook nog wel een keertje op video doen trouwens. Misschien ook wel leuk om te laten zien. Zo moe, hè? Maar mijn huid voelt zo zacht aan. Het is echt gewoon fijn. Wacht even. De huid is weer lekker stevig. Dus ik kan straks gewoon lekker gaan slapen. Dus ik ga afsluiten. Lekker Netflixen met de man. Ik denk dat we Better Call Saul gaan kijken. En dan zien we wel weer even verder. Tot de volgende video. Bye.